20 pound. Dat is een Barney-wedstrijd geweest. En Barney zou verliezen en die heeft gewonnen. 20 pound van een Engelsman. Daar hangen dus hier het Nederlands geld. 25, tientje, vijfje. Ja, daar hebben we al van gezegd dat we heel zuinig moeten zijn. Je weet maar nooit met die euro. Precies, hè? Ja. Het mooiste van het hele verhaal is eigenlijk, er wil geen spin tussen zitten. Nee? En waarom zou daar geen spin tussen willen zitten? Geld stinkt, denk ik. Precies, ja. Stondvliegen wel. Ja, ja, ja. Nou, dus Chinezen, Japanners, Libië, het Duitse gedeelte, het oorlogsgeld. Die heb ik dus vanaf Ameland. Dus, ach ja. Zo zeg, elk biljetje heeft zijn eigen verhaaltje. Oké. En je blijft ze gewoon doorsparen? Ja, ja. Nou, het is niet de bedoeling dat zoveel dezelfde komen. Allemaal dus wel proberen van verschillende... Dus als iemand naar een exotisch land is gegaan en hij komt hier koffie drinken... Ja, en die heeft het bijvoorbeeld nog in de knip. Ja, en die zegt van, hey, dat is leuk. En daar krijgen ze ook een consumptie voor. Krijg je een extra kopje koffie. Precies. Die koffie was trouwens goed, al was het Senseo. Maar okay. Daarvoor bedankt, hè. Okay. Mooi, hè. Jo, hè.